Hallo allemaal, ik ben Marie-José van Rooij. Ik werk bij ZonMW als implementatiemedewerker. En ik heb een tip voor jullie. Een tip die je kan gebruiken bij het indienen van een subsidieaanvraag bij Voor Elkaar. En die tip luidt, werk vanaf het begin dat je je project ontwikkelt en uitvoert samen met de mensen die belang gaan hebben bij jouw project. Dus je kan denken aan de mensen die jouw resultaten van je project gaan gebruiken, jouw brede achterban, misschien wel professionals, misschien een gemeente. En met die mensen in die samenwerking ga je kijken wat zij daaraan hebben, hè? Wat is hun belang bij jouw project, wat hebben ze nodig dat ze het echt kunnen gaan gebruiken, daar kan je dan rekening mee houden. En als je dingen tegenkomt die juist het moeilijk maken, kan je gaan kijken, nou wat moet ik dan doen om het te vergemakkelijken dat het toch gebruikt kan worden. Dat is mijn tip.